en ik ben geen Marokkaantje. En ook geen islamietje. Maar wel als ik een stoon zijn, ik ken rap een stomme liedje. En ik heb wel een halfbroer die een moslim is. Maar ik heb hem niet gezien, want sinds ik een heel jong kind is. Is geen normaal mens meer. Oh ja, vergeten. Hij is super smerig. Dit is echt niet fucking leuk. Happy, je kunt het man. Vertrouw mij. Ze moesten ze afknallen. Ik zal mijn halfbroer voor de rare smerig die ik ken. En hoe staat het ermee, Abby? Oh, niet zo best. Oh. Snitch gaat natuurlijk over een thema wat sinds 9-1-1, Pim Fortuyn, noem maar op ieders bord is gekomen. Namelijk die hele nasleving, terrorisme, islam, christendom, al die volkeren tegenover elkaar. En ik denk dat heel veel mensen ook niet goed worden van alle discussies op tv. En het leuke van Snitch is dat het juist deze thema's op een leuke en luchtige manier weet te behandelen. Niet emotioneel van, hij doet eens normaal, man. En dat is ook leuk. Fucking hell, Abby, waar ben je geweest dan? Fanatieke moslims zijn nu juist het meest op vrees, man. Vrees doe wie dan? Doe eens normaal, man. Vrees door iedereen, man. Kijk het journaal dan. Fucking hell, Abby. Ik vond het een leuke workshop. Ik heb leuke dingen gedaan. Ik vond het echt heel erg gezellig en leuk. Ja, ik vond het super. Eigenlijk vond het wel leuk. Het rappen viel eigenlijk wel mee op zich. Als je het een paar keer had geoefend, was het niet zo moeilijk. Ik vond het dope. Ik had er zin in. Ik vond het erg leuk. Deze jongeren waren ook heel enthousiast. Dat werkt altijd mee. En de presentaties aan het eind was ik heel enthousiast over. Ze hadden allemaal hele andere situaties. Ze hebben gespeeld en gerapt. En dat maakt het heel cool en ik denk dat ze vanavond een erg leuke voorstelling gaan hebben daardoor.